Dit is de video en podcast van de Punchy Pack. Ik ben Chantal ine jullie host, ondernemer en initiatiefnemer. Afgelopen acht maanden hebben we met zes grote organisaties impact cases ontwikkeld, projecten die impact maken op de maatschappij en het milieu. Dit hebben we gedaan in samenwerking met de Rotterdam School of Management en de Impact Instituut en allerlei coaches, experts en sprekers. Ik zit hier met mijn co-host, Jurgen. Hallo. Hoi, met wie we de organisatie hebben samengewerkt. En we gaan in gesprek met deze mensen over de mooie projecten die zijn opgezet. En ik zit hier met Sofie van Gent. Hoi Sofie. Hoi. Leuk dat je er bent. Zou je iets over jezelf willen vertellen, zodat we een beetje weten wie je bent? Zeker, ja. Ik ben Sofie dus en ik, um, ik werk bij TNO. Uh, nu zo'n anderhalf jaar, iets meer denk ik. En ik werk daar in de afdeling Human Machine Teaming heet dat. TNO is eigenlijk, staat een beetje uh, tussen de universiteiten en de praktijk in. Dus we proberen uh, kennis op te bouwen. en uh, Die dan ook wel weer echt in de praktijk gebruikt kan worden. Uh, en dat, dat vind ik uh, ook zo leuk aan die organisatie. En waarom ik daar werk. Omdat je toch het gevoel hebt. Uh, we zijn kennis aan het opbouwen, maar ook... we kunnen iets direct betekenen ja. voor de maatschappij. Ja. En jullie hebben iets heel tofs gedaan. Want samen met een team van vijf... heb je een hele mooie case opgezet. Ja. Nutri-neighbor. Vertel, wat, wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben dus inderdaad... met, uh, nou, met, met vier andere collega's... Uh, hebben we een idee bedacht. Uh, namelijk een tool voor gemeenten... om hun voedselomgeving... in kaart te brengen. En wat wij eigenlijk... met voedselomgeving bedoelen, is... Alles wat in jouw stad of wijk uh, te maken heeft met het aanbod aan voedsel wat je kunt krijgen. Dus als jij door de straat loopt en je ziet allemaal snackbars, dan is dat allemaal onderdeel van jouw voedselomgeving. Maar ook als je een, uh, bij de bushalte staat en je ziet reclame voor een voedselaanbieder, dan hoort dat ook bij de voedselomgeving. Oh ja. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met voedsel in de omgeving van je stad of wijk. En uh, waarom willen wij dat in kaart brengen voor die gemeentes? Uh, de, de, uh, onderzoek wijst steeds meer uit eigenlijk dat uh, de omgeving en ook dus de voedselomgeving heel veel impact heeft op het gedrag wat we vertonen. Want we worden constant natuurlijk beïnvloed door de omgeving waar we onszelf door bewegen. En uh, als die voedselomgeving heel ongezond is, dan gaan we dus ook uh, heel ongezond consumeren eigenlijk. En uh, nou ja, de, de, het wordt eigenlijk steeds uh, uh, meer. Uh, bekend dat dat effect er is. Dus het, en, en het wordt steeds meer bekend van hey, we moeten hier eigenlijk iets mee. Uh, hoe kunnen we dat doen? Dus gemeentes willen eigenlijk heel erg graag hun uh, inwoners helpen en een gezonde voedselomgeving faciliteren. Niet alleen omdat de voedselomgeving nu heel ongezond is, maar ook omdat er heel veel ongelijkheid is tussen wijken. Dus dan ga je naar de ene wijk en dan zie je eigenlijk best wel veel. Uh, nou, nog steeds wel relatief ongezond... maar in ieder geval meer gezonde keuzes, uh, mogelijkheden... en dan ga je naar een andere wijk... en dan is dat eigenlijk heel moeilijk om, om te vinden. En dat is niet alleen maar uh, voor die mensen die in die stad wonen... of in die wijk wonen waar het dan zo ongezond is... is het niet alleen maar moeilijker om dan die gezonde keuzes te vinden... maar het draagt ook bij aan de norm. Van wat draagt die wijk uit? Het is genormaliseerder om in die wijk ook bijvoorbeeld ongezonder te eten. En die ongelijkheid is ook iets wat... Uh, wat wij als team in ieder geval... wat ons heel erg motiveerde van... daar willen we nou echt iets aan gaan doen. Van, hoe kunnen we nou zorgen dat iedereen... Mm -hmm. dus alle wijken en alle inwoners ja. in de stad... Uh, keuze krijgen... tot gezond voedsel. Ja. En wat is dan het effect van het ongezonde voedsel... in zo'n wijk? Wat, wat voor effect heeft het op de mensen? Nou ja, dat heeft heel veel uh, gezondheidseffecten. Dus... Uh, nou, ongezond eten dat heeft gewoon uh, een slechte invloed op de gezondheid, wat kan leiden tot overgewicht, uh, maar ook mentaal, best wel uh, uh, gezonde voeding kan ook mentaal helpen om je beter in je vel te zitten. En uh, nou ja, dat is gewoon iets wat we ook in de samenleving zien, wat een steeds groter probleem wordt dat mensen uh, ja, niet een gezonde levensstijl hebben en wat mij dan. Uh, persoonlijk raakt is dat ik zie dat mensen heel makkelijk oordelen daarover. van Oh, ga gewoon uh, gezond eten of ga gewoon hardlopen. Uh, terwijl ze niet uh, beseffen dat iedereen een product is van zijn omgeving. En uh, dat iemand anders die misschien andere keuzes maakt dan jij, ook een andere omgeving heeft en een steilere helling bij wijze van spreken om tegenop te fietsen. Ja. Dus uh, ik zou willen dat we dat met z'n allen iets meer bespreekbaar maken. Ook dat uh, we moeten wel iedereen dezelfde kansen geven. We kunnen niet andere mensen oordelen voor hun keuzes. terwijl ze niet uh, dezelfde kansen krijgen. Ja. En um, uh, zijn er uh, grote bedrijven die, die, die deze kennis bijvoorbeeld gebruiken. Om, om, om juist de markt te veroveren? In, in uh, bijvoorbeeld een wijk waar die kwaliteit niet zo uh, hoog is. Nou, je ziet wel dat in sommige kwetsbare wijken. is het bekend bij, voor, voor grote bedrijven. Uh, dat dat een interessante plaats is voor hen om zich te gaan vestigen. Dus zij zien ook van nou, als wij daarheen gaan... dan zit daar bijvoorbeeld een kwetsbare groep. Die, uh, nou ja, die kunnen wij uh, uh, makkelijk bereiken. Dus dat is voor hun zeker interessant. En dat is dus ook alleen niet, niet alleen voor dat bedrijf dan bijvoorbeeld interessant... maar die economische uh, belangen die daar gebaat mee gaan... Ja, die zijn natuurlijk voor... De gemeente dan bijvoorbeeld ook interessant hè? Want ik bedoel, of, of überhaupt voor de, voor de overheid. En dat is ook gelijk waar de crux zit. Want die economische belangen zijn heel makkelijk te kwantificeren. Terwijl de gezondheidsbelangen. Mm -hmm. En gelukkig zien we daar wel steeds meer een, um, een verschuiving in. Dat het niet alleen maar meer gaat om oké, okay, gezonde leefomgeving is luchtkwaliteit. Dat kan je heel makkelijk meten. Nee, het is breder dan dat. En we moeten nu echt gaan kijken. wij als overheid, wij als gemeente moeten zorgen voor een gezonde uh, leefomgeving. en uh, Dus we moeten die belangen die daar ook uh, mee gepaard gaan... die moeten we ook gaan wegen. Maar dat gaat makkelijker als je dat ook kan kwantificeren. Want als er dan iemand zegt... hoi, dit zijn de economische belangen... die, uh, die ook voor jullie heel belangrijk zijn... dan zeg jij nee, wij hebben nu dit in kaart gelangt. Ja, ja. Wij hebben ook dit ja. belang en dit weegt nu zwaarder. Want we hebben in kaart kunnen brengen in onze stad is de, bijvoorbeeld de voedselomgeving heel ongezond. En er zijn de wijken ingegaan. Ook dat, ja. ja, ja want dat is ook wel heel, was ook belangrijk voor ons. Omdat meestal zie je ook in dit uh, ja, thema veel... of nou, überhaupt als er beleid wordt gemaakt... dat er weinig wordt gesproken met de mensen waar beleid over wordt gemaakt. En ik uh, moet zeggen dat ik nu wel iets beter begrijp waarom. Want het is heel moeilijk om die mensen echt te bereiken... Uh, maar ja, denk... want je kan niet zomaar de straat oplopen en zeggen: Nou, volgens mij heeft u overgewicht, mevrouw. Vertel eens, hoe komt dat dan en waarom eet u niet gezond? Nee, en ja, sowieso weten we niet. Nou, dat is, dat is één punt. Um, en je weet ook helemaal niet wat wie er precies last van heeft. Dus je wil ook geen aannames doen. Want ik bedoel, ja. weet je, het gaat niet eens alleen per se om die groep, weet je wel. Het gaat over iedereen. Ja. Um, en als je naar mensen toe loopt en je wil een gesprek hebben hierover. Uh, mensen willen vinden het ook best moeilijk om überhaupt in te komen dat ze beïnvloed worden door hun omgeving. Ja, hè? Want dat ja. is ook eigenlijk ja. iets heel ontkrachtends. Omdat je opeens denkt van hoezo? Ik kan toch gewoon zelf bepalen. Ja, je hebt zelfcontrole over wat ik eet. Precies. En dat is uh, best lastig om dan. Je wil dat ook niet wegnemen van mensen. Want je wil mensen juist ook uh, meegeven dat ze invloed hebben natuurlijk op hun eigen leven. Anders is het een hele verdrietige boodschap. Ja. Uh, tegelijkertijd wil je. Ben je benieuwd naar hoe zij dat zien, hoe zij hun eigen voedselomgeving ervaren ja. en uh, hoe zij daarin staan. Dus dat was wel heel uitdagend. En we merkten ook dat die um, mensen die we waar we mee spraken, dat die eigenlijk heel uh, veel afstand creëerden. En dat het um, dat ze een beetje achterdochtig waren ook. En dat ze niet helemaal vertrouwden. En daar nou, dus gewoon best wel veel wantrouwen. En dat weet je al, ja, je weet al wel een beetje dat dat zo is, maar schrok er toch nog wel van, hoe heftig dat is. Hmm. En hoe lastig het is om een beetje nou ja, te proberen om, hè, om, om iets op te bouwen. Ja, en, en, en de oplossing, Nutri-Neighbor. Vertel eens, wat, uh, wat is de Nutri-Neighbor? Ja, nou, de Nutri-Neighbor is eigenlijk dus een tool uh, voor gemeenten... die ze moeten helpen met het kwantificeren van die voedselomgeving... zodat ze ook uh, kunnen zeggen van... Hey, Leuk al die belangen, maar wij hebben nu ook dit belang en dit weegt ook mee. En uh, dat, dat zijn we nu aan het doen eigenlijk in samenwerking met gemeentes door te kijken van wat willen jullie graag zien. En uh, er is recent uh, een, een methode ontwikkeld of die is eigenlijk geëvolueerd uh, recent. Waarmee je kan kwantificeren hoe gezonde voedselaanbieders zijn in een stad. Dus dat betekent je kijkt naar de voedselaanbieder en je kijkt naar nou, wat is het type en daar geef je dan een score aan, min 5 tot 5. Min 5 is heel ongezond. En 5 is heel gezond. En dan uh, nou, tel je dat bij elkaar op. Dat is eigenlijk heel platgeslagen wat het is. En toen hebben ze gekeken van... nou, is dat uh, te platgeslagen? Zeg maar, dat, is dat goed genoeg? Hè? Kunnen we dat gebruiken? En toen hebben ze uh, dat uh, gekeken in één straat in Amsterdam. Hebben ze overal op de kaarten gekeken. En gekeken of dat een beetje matchte met die score. En... Uh, nou ja, dat is eigenlijk een eerste uh, stap naar het kwantificeren van die voedselomgeving. Door dus die voedselaanbieders uh, op die manier te uh, kwantificeren en te kijken hoe gezond zijn ze. En dan kun je dus niet alleen zien hoe. Want als je dan dus een mingetal hebt over je stad, dan betekent het dus, er is meer ongezond voedsel dan gezond voedsel. Maar je kunt dan ook op wijkniveau kijken van uh, hoeveel scheelt dat eigenlijk met elkaar. En uh, nou, we kijken nu dus met die gemeente van wat willen we er allemaal in hebben. Wil je kijken van waar zit bijvoorbeeld ook de kwetsbaarheid? Waar zit uh, bijvoorbeeld economische kwetsbaarheid? Hè? Want uh, dat is ook iets wat heel vaak uh, gezegd wordt. De, gezond eten is duurder. Dus dat moet ook meegenomen worden. Hoe kunnen we dat ook in kaart brengen? Hoe kunnen we uh, kijken waar er allemaal reclame voor wordt gemaakt? Dus we proberen nu om een soort integraal. Uh, tool te maken waarbij je dat kan vergelijken met elkaar, dat je ook in een soort dat je dat allemaal samen kunt nemen, want die dingen bestaan niet op zichzelf. Gedrag is niet zo simpel om, om te voorspellen. Het zijn al die kleine dingetjes bij elkaar en dat moet je eigenlijk ook kunnen zien en dan moet je kunnen uh, als gemeente kunnen zien, joh, dit scheelt zoveel nou. En we zien ook dat er bijvoorbeeld veel meer fastfoodketens in die wijk zitten. Komt er een nieuwe fastfoodketen en die wil een vergunning aanvragen en dan heb jij een poot om op te staan. Hmm. He, door te zeggen, uh, nee, kijk, want dit is onze visie. Wij willen dit doel bijvoorbeeld behalen. Dat past hier niet in. Die mensen die dus bij die gemeentes werken, die willen ook helemaal niet keuze wegnemen. Dus maar, die zijn eigenlijk heel positief. Die willen ook helemaal niet mensen straffen die dit of dat. Die willen eigenlijk gezonde voedselaanbieders bijvoorbeeld op een bepaalde manier kunnen stimuleren. En die willen niet uh, nou ja, fastfoodketens weghalen voor de inwoners. Die willen zorgen dat er keuze is. En uh, wat heb je nodig van wie? Er zijn al verschillende bijvoorbeeld kennisinstituten, uh, maar ook overheidsinstanties die zijn ook al bezig met dit thema. En we willen niet uh, alles opnieuw gaan doen. We willen juist gaan kijken hoe kunnen we nou elkaar versterken en waar kunnen wij iets betekenen en hoe kunnen we onze krachten bundelen om snel iets te betekenen voor die gemeente. Hè? Want die gemeenten zeggen van we willen echt aan de slag hiermee. Het is niet meer toekomstmuziek. Wat kunnen we morgen al doen? Sophie, Dank heel dankjewel. erg bedankt. Dankjewel.